We zijn hier bij Live City van Vathorst TV. Op de nacht van 23 op 24 mei wordt er een benefitnacht georganiseerd. Waarbij geld wordt ingezameld voor stichting Vind Chris en Lisanne. Dat zijn twee Amersfoortse dames die sinds 1 april worden vermist in Panama. En er zijn allerlei programma's vannacht. Dat mensen vanaf 1 euro al kunnen gaan doen. En dat geld wordt ingezameld voor bijvoorbeeld speurhonden of helikopters of wat dan ook wat nodig is om deze twee dames terug te nemen naar Nederland. Zou ik je mogen vragen hoe dit tot stand is gekomen? Ja, zeker. Chris en Lisanne zijn natuurlijk vermist in Panama. Chris sport hier en haar vriend Stefan sport hier nu nog steeds. En op het moment dat wij hoorden dat de nationale zoekactie gestaakt was, dat ze door zijn gegaan met de zoekactie vanuit de familie, hebben wij besloten om deze benefietnacht te organiseren. En natuurlijk met het doel om zoveel mogelijk geld op te halen. Goed initiatief. Dankjewel, ja. De nacht staat helemaal in het teken van sportieve activiteiten. Iedereen kan er aan meedoen. Minimale inleg of minimale donatie is 1 euro, maar iedereen is natuurlijk vrij om meer te geven. We staan hier voor Live City bij de ouders van Lisanne. Jullie zijn net terug uit Panama, heb ik gehoord. Ja. Hoe was het daar? Ja, fantastisch. Nou, het was emotioneel, met zijn ups en zijn downs. En de bevolking leeft er heel erg mee en we hebben er een heel goed gevoel bij. We zijn op plek geweest waar Lisanne ook geweest is. En dan voel je je meer verbonden dan hier in Nederland. Ja. Dus het was heel bijzonder. Ja, want dat was de eerste keer voor jullie dat jullie daar waren op die plek. Ja, dat klopt. In eerste instantie is onze zoon en haar broer en nog een goede vriend daar geweest. Die hebben meegeholpen bij de eerste zoekactie. Maar alle verhalen die we hoorden hadden dus iets van op een gegeven moment ging bij ons toch leven van we moeten daar zelf ook geweest zijn om echt te kunnen voelen van hoe dat is. En we hadden twee doelen eigenlijk. Is enerzijds alle plekken bezoeken waar Lisanne en Chris zijn geweest. En anderzijds om vooral de pers in Panama meer rugbaarheid te geven. Om het daar wat groter te maken, zodat mensen gingen meekijken en denken. Ja, want het is anders als hier in Nederland. Hè? Want Nederland staat een beetje op zijn kop natuurlijk. Dat zal daar anders zijn. En... Nou, ja. Het is wel anders. Maar we hebben daar ook een soort fakkeloptocht. Wilden ze op een gegeven moment, had de plaatselijke bevolking dat bedacht. Een moeder met een dochter. En nou, er kwam ook zoveel warmte en zoveel van de plaatselijke bevolking. Die spreken amper Engels, maar gewoon recht uit hun hart. En dat is echt ongelooflijk. Ja. Want dat Amersfoortse, dat is natuurlijk ook wel heel sterk. Hè? Ik bedoel, al die acties en al die mensen die jullie daar ondersteunen. Hoe is dat gevoel? Ja, dat is gewoon ongelooflijk. Gisteravond zijn we bij de volleybalwedstrijd geweest in Soest. Iedereen begint gewoon spontaan allerlei acties te ontwikkelen. Gewoon, we hebben het idee dat er in Amersfoort bijna niemand meer is die er niet vanaf weet. Het is gewoon ongelooflijk. Ja. En fijn. En heel erg fijn voor ons. En hier ook, want Live City kennen we eigenlijk helemaal niet. Maar gewoon iedereen, jij hier ook komt je een hand geven en sterkte wensen. En er zitten toch wel heel veel mensen met een plek op een goede, met een hart op de goede plek. Ja. Het belangrijkste is dat ze gevonden worden. Ja. Dat zeker, want we moeten er niet aan denken dat we ze nooit meer terug zullen zien. En we willen gewoon eigenlijk dat ze hoe dan ook gevonden worden, want we willen, eigenlijk mag ik het niet zeggen, maar we willen eventueel wel afscheid kunnen nemen. Ja. Het idee dat we ze nooit meer terug zullen zien, dat is... Je moet het een plek kunnen geven. Je moet het een plekje kunnen geven. Ja. Ja, je wil natuurlijk anders natuurlijk, hè? Dat ze morgen eigenlijk gewoon op vliegtuig kunnen staan en wel en levend teruggevonden worden. Maar daar hopen we nog steeds op. Dan viert Panama feest, Nederland feest, dan vieren we allemaal feest. Ja. Ze komen gewoon terug. Dat moeten we bij elkaar blijven. En zo mogen we het graag horen. Ja. Ik wens jullie heel veel sterkte en succes de komende tijd. En ik heb er alle vertrouwen in dat jullie ze terugkrijgen. Ja. Dankjewel. Deze goede wens. En mensen in Amersfoort, top. Hartstikke fijn. Ongelooflijk. Jullie helpen ons heel goed. Iedereen van heel Amersfoort en de omgeving.